vrolijke snuitjes en kwispelende staarten. Op de volgende locatie is het elke dag een feest. Nou, wij zijn Dierenpension Nolieke. Wij zijn gevestigd in Wijk Kanaalburg en wij vangen honden en katten op. Nou, wij bieden verschillende diensten aan. Wij doen opvang, vakantieopvang voor hond en kat, voor als mensen gewoon lekker op vakantie gaan. Voor de rest kunnen de mensen ook gebruik maken van onze trimsalon. En wij doen ook nog de haal- en brengservice. Bij ons zijn alle honden welkom. Groot, klein, de ras maakt niet uit. Het enige belangrijkste dat wij eigenlijk vragen is dat de hond sociaal is naar de mens. Want als een hond heel veel angst heeft of angstagressie heeft, dan kunnen wij als personeel kunnen wij er niks mee. En ik heb geen luik van, nou weet je, doe het luik open en je kan naar buiten. Dus de hond moet met ons mee naar buiten kunnen lopen. En als dat niet kan, dan kunnen wij niet voor de hond zorgen zoals ik het zou willen bieden. Als een dier ziek is, dan gaan wij naar de dierenarts toe. Wij hebben goede contacten met dierenkliniek in Heesbeen. In onze voorwaarden staat ook dat als een dier ziek is, dat wij dus zelf met die hond of kat naar de dierenkliniek gaan. Ik weet niet waar mensen op vakantie zijn. Ik weet niet of er tijdverschil is. Mensen zitten aan het zwembad. Dus ik kan ze niet eerst gaan bellen van, joh, je hond is ziek, mag ik hem mee naar de dierenarts? Dat werkt niet. Ik ga ervan uit, op dat moment is het mijn hond. En als ik denk dat het zorg nodig heeft, dan is het inpakken, naar de kliniek rijden en de medische zorgverlening die hond nodig heeft. Nou, dit werk is het leukste werk wat je kan verzinnen. Ik heb met recht, zeg ik, wel eens een hondenbaan of een kattenbaan. Het is, je werkt sowieso met dieren. Dieren laten je nooit in de steek. En gewoon het vrij zijn, het gewoon, ja, ik kan het niet uitleggen. Het is gewoon, je moet wel heel veel van dieren houden, wil je dit werk doen. Want het is wel 7 dagen in de week. En ja, ik wil niet zeggen 24 uur, dat is overdreven. Maar ja, het zit wel, je avondrondje hoort erbij. En als een hond ziek is, dan doet dat je wat. Dus het is wel een hele zorg.